Vandaag ga ik wat voorspellingen doen voor de toekomst. 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 De eerste, een beetje saaie, maar toch belangrijke vraag is... welke toekomst? Want in principe, jij bent er al. Eigenlijk zijn we allemaal tijdreizigers en reizen we met 1 seconde per seconde. Je zult nooit meer zo jong zijn als je nu bent. En iedere seconde is er eentje dichter bij het einde. Slaap lekker vanavond. Het proberen te voorspellen van de toekomst is een beetje zoals een weerbericht. Hoe verder in de tijd je gaat, hoe minder goed de voorspelling zal worden. In deze video ga ik voornamelijk voorspellingen doen voor dingen die de komende paar jaar of de komende paar tientallen jaren zullen gebeuren. En wat vooral wel interessant is aan het feit dat de meeste voorspellingen die ik ga doen de komende tientallen of honderden jaren zullen gebeuren, is we kunnen deze video gebruiken om te kijken of ik gelijk had. Als je gaat nadenken welke dingen in de toekomst zullen zijn, is het misschien een heel makkelijk beginpunt om te kijken welke dingen in de toekomst niet zullen zijn. Al een paar jaar lang heb ik een beetje een fascinatie met beroepen die vandaag de dag niet meer bestaan. Denk aan de melkman. Want vroeger had je geen koelkast, dus wilde je je melk altijd vers hebben. Vroeger had niet iedereen een wekker, dus was er een persoon, de wekker, die iedereen wakker ging maken voor zijn werk. En voordat we de drukpers hadden en daarmee de krant, werd het nieuws voornamelijk verspreid door een of andere gek die gewoon een beetje liet te schreeuwen. Boeren! Burgers en buitenlui! Een tijdje terug zag ik een Amerikaans televisieprogramma waar jongeren moesten raden wat oude voorwerpen waren en sommigen wisten niet wat een floppy disk was. It doesn't look old, but I think it might be old. Victorian era? En dan gaan al die oude mensen helemaal lachen en verbaasd zijn van hoezo weet je niet wat een floppy disk is? Zo van ja, ze hebben het nooit gebruikt in hun leven. Tuurlijk weten ze dat niet. Dus wat is nou een beetje de floppy disk van onze kleinkinderen? Ik denk de CD. PlayStation 5 wordt al vaak verkocht zonder disclaser en dat willen ze eigenlijk graag. Als jij een game koopt voor de PlayStation of misschien een leuk DVD'tje haalt, moet je helemaal naar de winkel toe. Die willen een deel van het geld hebben. Je moet dan nog eens helemaal die CD gaan maken in een fabriek en zo. Die moet je helemaal verschepen. En toch kostte de game in de winkel en in de online webshop vaak evenveel geld. Oftewel, ze verdienen hier minder geld mee. Een tijdje geleden heeft Morrog voor mij een fantastische en tevens gratis PC gebouwd. Maar ook daar heb ik de CD-lezer er los bij moeten kopen. Ik vond het al zo raar. De verandering gebeurt waar je bij zit. Een USB-CD-lezer. CD'tjes zijn simpelweg niet meer nodig. Hetzelfde geldt voor USB-sticks. En waarschijnlijk zeer binnenkort SD-kaartjes. Als we eenmaal een goed, sterk, werkend 5G-netwerk hebben, is dataoverdracht zo snel. Waarschijnlijk zit er dan gewoon een los SIM-kaartje in je camera of een andere manier van internet. Ik weet gewoon meteen via een soort cloud. Ja, dat bestand hoef je niet eens over te zetten. Die staan al op je computer op het moment dat je ze aan het filmen bent. Bij een camera heb je eigenlijk 2 problemen. De opslag en de batterij. Die kringen gaan namelijk de hele tijd leeg en dan moet je er een heleboel meenemen. Dit is wel iets meer toekomstmuziek of misschien toch niet. Langzamerhand begint de productie van de eerste nucleaire batterijen. Dit is letterlijk gewoon Fallout. Dan zou je zeggen, ja maar die straling, dat is toch hartstikke gevaarlijk? Niet helemaal. Bij een kerncentrale gebruiken we gamma. Straling. Dat kan bijna overal doorheen boren. Maar je hebt ook nog alfa- en beta-straling. Die komen bijna nergens doorheen en knallen gewoon tegen het eerste waar ze tegenaan botsen. Nou, er zijn dus batterijtjes die dat soort straling gebruiken. De straling kan eigenlijk de batterij niet eens uitkomen, maar wel in de batterij energie opleveren. En misschien in de toekomst hoeven we gewoon nooit meer onze telefoon op te laden. Wellicht dat toch blijkt dat het voor bepaalde problemen zorgt als mensen die batterijtjes een beetje open gaan lopen maken. Maar dat lossen ze in de verre toekomst vast allemaal netjes op. Later in deze video kom ik zeker terug bij het toekomstprobleem energie. En ik wil ook zeker nog een paar gokjes doen welke dingen we in de toekomst niet meer zullen hebben. Maar we gaan het eerst eventjes een klein beetje hebben over voedsel. Slechts een jaar of 10 geleden had je bijna geen maaltijdbezorging. Als je geen zin had om te koken, dan plaatste je meestal een bestelling bij de Chinees. En die kan je dan netjes braaf zelf ophalen. Met dat soort restaurants gaat het nu eigenlijk heel erg slecht. Want er zijn opeens een heleboel alternatieven. Je kan gewoon alles naar je huis laten bezorgen. Dat begon eigenlijk allemaal met pizza die je dan bestelde bij je lokale pizzaboer. Vervolgens komen daar de grote bedrijven die gewoon veel goedkopere pizza's maken en die lokale pizzaboeren die gaan ook allemaal langzaam failliet. Een ander interessant voorbeeld is sushi. Dat was oorspronkelijk een manier om de vis goed te houden. Het idee was ook eigenlijk dat je de rijst eromheen niet zou opeten. Dat was gewoon puur een soort verpakking. Een beetje zoals de schil van een banaan. Het was pas in de jaren 60 dat sushi ook een beetje in het westen populair begon te worden. Maar vooral de afgelopen paar jaar is sushi echt het nieuwe luxe
luxe product. Slechts 3 jaar geleden waren er in Nederland 410 bedrijven die zich bezighielden met sushi. Zijn er ondertussen al meer dan 900. Maar wat is nou de toekomst van voeding? Het voedsel dat ze willen dat wij gaan eten in de toekomst. Meelwormen. Daar geloof ik dan weer vrij weinig van. Je hoort al 20 jaar verhalen over dat we binnenkort allemaal insectenburgers gaan eten. Maar ze zijn nog steeds niet te koop bij de supermarkt. Best oké te doen hoor. Ik denk dat de toekomst van voeding toch vooral bepaald wordt door wat wij lekker vinden. Wat bij de insectenburger niet echt aan de hand is. En verder wordt het ook gewoon heel erg gedreven door wat een beetje makkelijk is. Denk maar aan de magnetronmaaltijd. En hier zit wel meteen een leuk bruggetje naar de sponsor van deze video. Namelijk Yfood. Iedere dag blijf ik toch gewoon eventjes net te lang in mijn bed liggen. En heb ik te weinig tijd voor een ontbijtje. Dus ik ren naar beneden, naar de koelkast. Pak daar een flesje Yfood en spring in de auto. Het is een product waar ik zelf al 3 jaar lang bijna iedere dag van geniet. Het is vooral gewoon heel fijn om altijd iets lekkers en gezonds in huis te hebben. Voor als je haast hebt of gewoon geen zin hebt om te koken. Spul is ook nog eens maandenlang houdbaar. Dus als jij zo iemand bent die graag een voedselvoorraadje bijhoudt voor als de wereld vergaat. Kan je met een bestelling bij Yfood echt prima een paar weken overleven. Nu klinkt het drinken van je maaltijd sowieso al een beetje als de toekomst. Maar de reden dat zoveel mensen het hebben over die insectenburger is omdat we in de toekomst mogelijk toch een beetje af moeten van het grootschalig consumeren van dierlijke producten. Op dat gebied is Yfood ook al lekker mee met de toekomst met hun vegan varianten. Dus geef het een keer een kansje. Te koop bij jou in de supermarkt, maar nog net iets goedkoper op yfood.nl met code RICKYouTube. Oké, einde sponsorbericht. Nog even heel kort over voeding. Het is nou eenmaal heel moeilijk te voorspellen wat langzaam een beetje populair gaat worden. Ik geloof dat Koreaans een beetje upcoming is. Sommige dingen zullen in ieder geval waarschijnlijk wel populair blijven. Denk aan een pizza, maar ook daar zullen aanpassingen zijn. Voor mij is de pizza salami vooral een beetje een uitvinding van de Amerikanen en niet zozeer van de Italianen. Maar ja, als je nu in Italië een pizza vraagt, kun je er wel degelijk eentje krijgen met salami erop. Dat noemen ze overigens het pizza-effect. Een cultuur pakt iets van een andere cultuur, vervolgens gaan mensen naar Italië en zeggen ze, hey, ik wil een pizza salami. Dan denken ze, dan moeten we dat ook maar gaan maken. En dus door het kopiëren en vervolgens aanpassen van een cultuur, wordt ook de oorspronkelijke cultuur een klein beetje aangepast. Dan nog eventjes de olifant in de kamer, of zeg gerust de koe. Vleesconsumptie. Gedurende onze leventjes zal de vleesconsumptie echt wel een beetje afnemen. Misschien niet omdat mensen zeggen, ik ga geen vlees meer eten, maar gewoon minder vlees per persoon. Dan is het alleen maar om financiële overwegingen. Maar ik denk dat op de echt lange termijn we echt wel een beetje een ander beeld krijgen over vlees eten. Laat ik het zo zeggen. Hoe denk jij over het bloed van dieren drinken of het eten van schapenhersenen? Vind je waarschijnlijk een beetje vies. Terwijl als je er echt heel erg feitelijk naar kijkt, is het zoveel goorder om bloed te drinken of hersenen te eten dan vlees te eten? Het is allebei gewoon een stuk van een dood dier. Dit is een beetje een gokje, maar ik denk zelf over een jaartje of 1000 dat we bijna geen vlees meer zullen eten en terugkijken naar de tijd van nu als de grote dierengenocide. Waarschijnlijk gebeurt dat vooral mondjesmatig. Er komen steeds strengere regels voor dierenwelzijn, grotere verblijven. Daarmee wordt het vlees duurder, gaat steeds meer echt een elite dingetje worden. En op een gegeven moment zullen mensen misschien zo gewend zijn aan het niet eten van vlees, dat het wel eten van vlees misschien een beetje een rare gedachte wordt. Het helpt natuurlijk ook hartstikke mee dat vegetarische en veganistische producten steeds lekkerder worden. Want een paar jaar geleden was een veganistische kaas gewoon fucking ranzig. Ik zelf ben geïnfluenced door de review van Jan Roos over de vegetarische filet américain. En dat kan natuurlijk niet. Het smaakt echt bijna hetzelfde. Het zit hem echt voornamelijk in die kruiden. Denk ik, ja, is het voor mij echt belangrijk dat er een beest is dood gegaan als ik een beetje oranje troep op mijn broodje smeer? Nee, nou dan neem ik wel de vegetarische variant. Die is ook nog eens langer houdbaar. Gaan we door naar verkeer. Ik kan nu allemaal dingen gaan vertellen over zelfrijdende auto's. Wow, dat geloof je denk ik allemaal wel. Aangezien ja, die dingen beginnen steeds meer een beetje rond te rijden. Dat robots in de toekomst onze auto's gaan besturen, dat mogen duidelijk zijn. De echte vraag is, mag jij nog een auto besturen? Als je precies deze vraag een jaartje of 2 geleden aan mij had gesteld, had ik gezegd, oh sowieso wel bestuur. Bestuurders houden te erg van autorijden. Dat gaan ze zich echt niet af laten pakken door de overheid. Toen las ik dit boek, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. En daar wordt het ook een beetje aangehaald. Schrijver zegt eigenlijk, ja, een groot deel van de auto-ongelukken worden veroorzaakt door mensen. Ze zijn dronken, ze zitten op hun telefoon, ze letten gewoon niet goed op. Het zijn allemaal dingen waar je met een AI geen last van hebt. Tuurlijk, momenteel zijn die auto's echt nog niet veilig genoeg. Maar we gaan op een punt komen waar een menselijke bestuurder 100 keer zo gevaarlijk is als een robot. Iedere dag hebben we te maken met verkeersdoden. En op een gegeven moment zijn die verkeersdoden dus grotendeels te voorkomen door gewoon autorijden
te verbieden. Het is toch wel heel tragisch als een familielid van jou wordt doodgereden door iemand die per se zelf achter het stuur moet zitten. Eigenlijk lijkt het een beetje op de vuurwerkdiscussie. De meeste mensen vinden prima dat jij zelf je vuurwerk afsteekt. Het probleem is dat willekeurige mensen die er niks mee te maken hebben, dat die ook gewond raken. In de toekomst heb je eigenlijk precies hetzelfde met autorijden. Gaan een heleboel mensen dood en dat had prima niet gekund als de bestuurder van de andere auto niet zo eigenwijs was. Nu zou je kunnen zeggen, oké, leuk en aardig, maar het volk wil het niet. We leven in een democratie, geen enkele politieke partij gaat dit opgooien en er gaat niet op gestemd worden. Dat klopt. Niet nu. Het begint allemaal sluipend weer. Eerst worden we gelokt met een klein cadeautje. De verzekeraars komen en die zeggen, hey, je krijgt 75% korting op de verzekering van je auto als jij niet gaat rijden. Oeh, dat is wel een hele goede deal. Op een gegeven moment, heel veel mensen zullen toch echt gaan happen. Langzaam gaan er al steeds minder mensen rijden. En dan komt het tweede cadeautje, veel minder files. Ten eerste omdat er veel minder ongelukken zijn, maar ten tweede, in de toekomst kunnen waarschijnlijk alle auto's met elkaar communiceren, waarschijnlijk via 5G. Iedere zelfrijdende auto weet precies waar alle nabijgelegen auto's op dat moment zijn. Dat zorgt voor een veel betere doorstroom en die spookfiles, die files waar er eigenlijk helemaal geen ongeluk gebeurd is, zullen bijna niet meer voorkomen als maar genoeg mensen een zelfrijdende auto hebben. Misschien dat de overheid op een gegeven moment zelfs gaat verplichten dat er bepaalde snelwegen zijn waar vaak files zijn, waar je alleen op mag als je auto zelfrijdend is. En de mensen die per se zelf willen rijden worden dus een steeds kleinere minderheid. Dan is het een heel mooi moment om te zeggen van, hey, we gaan het gewoon verbieden. Oh, nou ja, je mag nog best zelf je auto rijden, maar dat doe je maar lekker op het circuit in Assen. Nu is er één andere hele belangrijke overweging die ook aangehaald wordt in dit boek. De keuzes die een auto moet maken als er wel een ongeluk is. Eigenlijk gewoon exact het trolleyprobleem. Jouw auto rijdt af op een klein groepje mensen, zeg 5, kan nog uitwijken, maar dan wel keihard tegen een boom en dan gaat de bestuurder dood. Je zou dan kunnen zeggen, oké, 5 mensenlevens is belangrijker dan 1 mensenleven, maar die ene persoon zit wel in de auto. Stel, jij kan 2 verschillende Tesla's kopen. De veilige Tesla en de zelfmoord Tesla. Welke Tesla lijkt jou het meest interessant? Degene die jou, de bestuurder, beschermt of kiest voor de omgeving? De meeste mensen zullen natuurlijk kiezen voor zichzelf. Dus krijg je allemaal auto's die in dit soort situaties niet kiezen voor het minst aantal doden, maar voor het beschermen van de bestuurder. En volgens dit boek is precies dat een goed argument voor meer filosofen in de AI-industrie en sowieso in de toekomst een heleboel extra wetgeving. Een aantal jaar geleden had ik al een hele video gemaakt over vliegende auto's. We hebben juist momenteel dat we denken, hey, ga niet allemaal in je eentje met de auto. Ga alsjeblieft als het kan met de trein of ga carpoolen met meerdere mensen van je werk die in de buurt wonen, gaan met z'n allen in 1 auto. Scheelt een hele hoop benzine. Goed voor het milieu. We hebben zelfs een soort mega carpool. Het heet de bus. Gewoon een hele grote bak vol met mensen die van A naar B gaat. Is het niet handiger als we dan toch mensen in de lucht stoppen om dat te doen in grote groepen? Een soort vliegende bussen. Vliegtuigen zijn vliegende bussen. Ook toen al zei ik zo nu en dan best logische dingen. Het zou in de verre, verre toekomst mogelijk zijn dat we vliegende auto's hebben, maar dan moeten we eerst hele goedkope groene energie hebben. Op de korte termijn zie ik denk ik eerder gebeuren dat we privéjets steeds meer verboden maken of zwaarder belasten, best een goed idee, die mensen hebben geld zat, dan dat we mensen toegang geven tot een vliegende auto. Maar als dat een mini vliegtuigje nou vliegt op een soort gratis groene benzine, dan zou het kunnen. Enige probleem is de bestuurders, ook de vliegende. De auto is zeer waarschijnlijk volledig zelfrijdend. Dit is wel meteen een leuk bruggetje naar dronebezorging. Heb je misschien de afgelopen jaren wel iets over gehoord? Ook hier geldt een beetje hetzelfde probleem. Waarschijnlijk over een aantal jaar hebben we de drones wel een soort van werkende, maar het kost gewoon gigantisch veel energie. De eerste is dat allemaal grapje als we gaan proberen die drones uit de lucht te halen, maar in de toekomst hebben we vast nog een flink stukje minder privacy. Je bent een stuk minder anoniem. Ze gaan je pakken. Zodra jij de eerste drone naar beneden haalt, komen er meteen 5 politiedrones achter je aanvliegen om in huis te volgen. Het enige overgebleven probleem is de afstand die de drone moet afleggen. Het is een beetje onhandig als ik iets bestel van bol.com, dat die helemaal naar het dichtstbijzijnde bol.com punt moet vliegen 40 minuten verderop. Misschien is het dan toch makkelijker om een aantal bestellingen in de buurt te groeperen. Dat allemaal naar een soort kleiner distributiecentrum in de buurt te rijden, met een soort busje die eens in het uurtje gaat. En dan vanuit daar al die drones te laten vliegen, scheelt toch een hele hoop droneafstand. Ik denk in ieder geval oprecht dat jij en ik nog wel mee gaan maken dat je iets online kan bestellen dat het binnen 3 uur bij jou thuis
grijs is. Tot nu toe ben ik in mijn voorspellingen best wel positief geweest over de toekomst. Oftewel, een mooi moment om te gaan praten over mijn voorspellingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Ben jij momenteel vrachtwagenchauffeur, fabrieksmedewerker, vakkenvuller of kassamedewerker? Dan heb ik slecht nieuws voor jou. Je kan een nieuwe baan gaan zoeken en waarschijnlijk kan je lang zoeken, want wel meer mensen zijn een nieuwe baan aan het zoeken. Ook op kantoor gaan we waarschijnlijk een stuk minder mensen nodig hebben. Er zullen wel mensen werken, maar die werken waarschijnlijk samen met een AI en zijn daardoor een stuk productiever. Denk ook aan dingen zoals boekhouding, het ontwerpen van een huis, het lezen van documenten voor een rechtszaak. Gaat allemaal zoveel makkelijker. Persoonlijk denk ik toch echt wel dat we te maken gaan krijgen met zeer grootschalige werkeloosheid of een soort 10-urige werkweek. Over precies dit onderwerp ga ik heel vaak in discussie tijdens mijn livestreams en heel veel mensen zeggen nee, dat is niet zo. Toen de stoommachines kwamen zeiden mensen ook van we gaan allemaal onze baan kwijtraken en toen gingen mensen juist minder op het land werken en meer in de fabrieken. Toen dat fabriekswerk steeds meer geautomatiseerd werd, zeiden mensen weer, iedereen gaat zijn baan kwijtraken en toen opeens gingen mensen werken op kantoor. Dus met deze nieuwe technologische revolutie zullen ook nieuwe banen ontstaan. En tuurlijk, er zullen nieuwe banen ontstaan. Denk aan een drone-reparateur. Ik ben het zeker eens dat er nieuwe banen zullen ontstaan, maar ik denk toch echt veel minder dan dat er zullen verdwijnen. Toen mensen voor het eerst in de fabrieken gingen werken, hadden wij een groot voordeel ten opzichte van de machines. We zijn een heel stuk preciezer. Een groot deel van de mensen werken op kantoor, want wij zijn veel slimmer dan de machines. Maar nu raken we eigenlijk allebei die twee voordelen kwijt. Er komt gewoon een robot die veel beter dan ik vakken kan vullen, 24 uur per dag, nooit klaagt, nooit fouten maakt, nooit moe wordt en hij doet het gratis. Waarom zou je dan mij gaan betalen? Als die robot 10 jaar geleden al ontwikkeld was, ik denk dat er gewoon te weinig behoefte aan was, want vakkenvullers zijn best wel goedkoop. Anders hadden ze hem waarschijnlijk al kunnen maken. Ik vind het oprecht niet leuk, maar ik denk oprecht dat wij een soort identiteitscrisis gaan krijgen. Want heel veel mensen hebben toch een beter gevoel bij het leven om te werken. En dat is er opeens niet meer, dus waarom leven we dan nog? Is het überhaupt voor de overheid of voor een soort gemene elite überhaupt nog belangrijk dat wij leven? Het idee is juist dat in de toekomst mensen steeds en steeds ouder worden, maar op een gegeven moment hebben we misschien die mensen helemaal niet meer nodig om het hele systeem draaiende te houden. Moeten ze dan wel steeds ouder worden? Ik snap in één keer wel een klein beetje waar de wappies op baseren dat er allemaal gif in ons drinkwater zit. Vandaag de dag zijn wij een soort belangrijk tandwiel in de grote machine van de wereldeconomie, maar op een gegeven moment zitten we meer een beetje in de weg misschien. Nu hoop ik echt heel erg dat ik hierin ongelijk heb, hoor daar niet van. Maar ik denk echt dat de komende 50 jaar voor de gemiddelde Nederlander heel erg interessant kunnen gaan worden. Ik ben natuurlijk druk bezig met het worden van leraar. Dat is ook best wel een beetje een interessant beroep. Je zou zeggen, leraar hebben we sowieso nodig. Nou ja, ik als docent geef voornamelijk een klein beetje uitleg. Nou, heel veel leerlingen kijken dat al gewoon via een YouTube-video. Maar gelukkig is er één ding wat Sieger Kooi niet kan, namelijk meteen je vraag beantwoorden. Maar ja, dat kan ChatGPT in principe ook doen. We hebben al een gigantisch lerarentekort. Is het dan niet een idee om de klassen nog veel groter te maken? Daar één docent bij te gooien. En als je een vraag hebt, stel me eerst maar eventjes aan de computer. Nu kan ik je vervelen met een heleboel argumenten om dat niet te doen. School is zoveel meer dan een beetje wetenschappelijke kennis in je hoofd stoppen. Het is een stukje burgerschap. Leren omgaan in groepsverband. Leren omgaan met deadlines, taken doen. Goed luisteren. Je moet een gehoorzame staatsburger worden. Maar in principe zou je de docenten ook gewoon kunnen vervangen. Bijna geen enkele baan is veilig. Als je deze discussie een paar jaar geleden met mensen had gehad, hadden ze gezegd, nee, maar de creatieve beroepen, die blijven wel. Het is dan eigenlijk best verrassend om te zien dat juist op het gebied van grafisch design en audio het echt super hard gaat. Stemacteurs raken echt massaal hun banen kwijt momenteel. Er zijn op deze planeet duizenden mensen met als beroep logo's ontwerpen voor bedrijven. Het is gewoon één Google search, pam pam pam, en je krijgt gewoon 10.000 logo's aangeleverd. Je hoeft alleen maar eventjes samen met de baas de allermooiste te kiezen. Misschien is AI niet altijd creatiever, maar het kan wel heel snel een heleboel ideeën geven. Hoef je alleen maar zelf eventjes de leukste te kiezen. Okay. Even genoeg bangmakerij. Wat dacht je van de toekomst van muziek? Ik vind het altijd heel leuk om na te denken over wat er zou gebeuren als iemand zoals Mozart of Beethoven vandaag de dag had geleefd. Volgens mij zouden ze echt iets van hardstyle of metal maken. Klassieke muziek is vaak heel erg bombastisch, heel erg hard knallen. Alleen ze hadden toen de tijd gewoon niet die dingen tot hun beschikking. Ze moesten roeien met de riemen die ze hadden. Ik weet niet of we in de toekomst echt nog heel veel nieuwe muziekgenres gaan zien. Ik denk vooral dat muziek steeds meer
meer gepersonaliseerd wordt. Misschien komt er wel een punt waar je smartwatch of misschien zelfs een hersenchip bijhoudt hoe jij reageert op bepaalde stukken muziek. En op een gegeven moment zien ze, oh, je houdt wel van metal, maar niet van lange gitaarsolo's. Of je houdt niet van Nederlandse muziek waar het refrein 5 keer terugkomt. Dan wordt gewoon eventjes ter plekke jouw versie van het nummer gemaakt waar het refrein minder vaak voorkomt en er misschien geen gitaarsolo in zit. De songtekst wordt opeens aangepast, want je houdt niet zo van Nederlandse rap die niet rijmt. En misschien ben jij niet zo'n fan van vrouwen die zingen, nou dan vangen we de stem gewoon door Gerard Joling. En dit zou zomaar kunnen gelden voor een heleboel stukken media. Misschien hou je wel van crime, maar niet zo van bloed. Nou, dat kan opgelost worden. Misschien hou je wel van fantasy zoals Game of Thrones, maar is je vriendin niet zo'n fan van dikke tieten? Nou, dat maken we gewoon een speciale aflevering zonder dikke tieten. Waarom niet? Ik denk echt wel dat het over 1 jaar of 1000 mogelijk moet kunnen zijn dat er gewoon speciaal voor jou een complete film wordt gemaakt. Dat is aan de ene kant super cool, want het is altijd precies wat je zocht. Enige nadeel is, je kan er niet met andere mensen over praten. Dus ik denk dat er altijd wel een beetje vraag zal zijn naar 1 centraal stukje media op 1 centraal tijdstip. Denk aan 8:30 iedere zaterdag, Wie is de Mol? Allemaal de ogen dezelfde kant op, even kijken en dan lekker een beetje samen discussiëren. Dat zal nog steeds bestaan, maar andere dingen zullen echt wel steeds meer gepersonaliseerd worden. Ik merk dat deze video best wel lang begint te worden. Ik stel voor, ik doe nog 1 onderwerpje en dan als deze video goed bevalt, maak ik in de toekomst een vervolg hierover. Ik stel voor dat we toch een beetje positief afsluiten met het onderwerp oorlog. Dat wordt ook heel erg uitgebreid aangehaald in dit boek. Hier wordt eigenlijk gezegd, oorlog is niet meer. De kans dat je doodgaat op het strijdveld is kleiner dan de kans dat je sterft aan zelfmoord. Er zijn momenteel in de wereld zeker een aantal conflicten die een beetje spannend zijn. Er zijn momenteel maar liefst 3 dingen die een beetje uit de hand kunnen lopen. Rusland, Oekraïne, Israël, Palestina, China, Taiwan. Maar toch wel veel mensen denken dat die allemaal een beetje met een sisser zullen aflopen. Nog steeds echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Een heleboel onnodige doden. Maar het zal waarschijnlijk niet escaleren in een soort derde wereldoorlog. De reden is, vandaag de dag hebben de landen elkaar veel meer nodig. Vroeger, in de glorieuze dagen van de Eerste Wereldoorlog, gingen voornamelijk een beetje landen binnenvallen. Want ze hebben allemaal grondstoffen en die willen wij graag hebben. En die wil je dus voornamelijk voor je eigen productie. Vandaag de dag zijn alle landen in de wereld gigantisch afhankelijk van elkaar. In principe heeft China prima de militaire macht om Taiwan binnen te vallen, maar dan zeggen wij, oké, China, we willen jullie AliExpress rommel niet meer kopen. Dus dan hebben ze opeens een klein stukje land en een gigantische economische crisis. Rusland hoef je voor mijn gevoel ook niet heel erg bang voor te zijn, aangezien ze zijn momenteel nog steeds bezig met niet winnen van Oekraïne. Lijkt me niet heel verstandig om dan binnenkort ook nog Polen binnen te vallen of zo, ik zou nog even wachten. Eigenlijk al deze 3 conflicten zouden zomaar nog eens meer uit de hand kunnen lopen op basis van Amerika's keuze voor een nieuwe president. China. 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 Maar dat is een stukje toekomst dat we over enkele maanden al zullen weten. Wordt nog spannend. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En laat even weten of je vaker dit soort video's wilt. Of moet ik een keer mijn smoel houden en daadwerkelijk iets grappigs maken. Laat even weten. Dankjewel voor het kijken. Doei!